Goedendag, mijn naam is Mark van Urk van Bax Music. Ik heb vandaag iets heel speciaals bij, de TR8S. En jullie denken van ja, maar de TR8 die kennen we al. Nee, want dit is de nieuwe Aira TR8S. En S staat voor superapparaat. Sorry, vind ik gewoon. In feite is het de TR8. Alleen wat Roland briljant heeft gedaan, ze hebben geluisterd. Ze hebben geluisterd naar waar jullie als kopers van eigenaren van die TR8. We missen heel veel dingen. En dat zit voor een groot deel in deze nieuwe, ja, het is geen drumcomputer, het is een rhythm performer. Zo noemt Roland hem ook. Want het zijn niet alleen maar drums, maar dat zul je straks wel horen. Synthesizer geluiden, noem maar op. En zoals je kunt zien, in de basis ziet hier ongeveer hetzelfde uit als de vertrouwde TR8. Maar dat is schijn. Qua uiterlijk vind ik het persoonlijk iets mooier. Ik had altijd een hekel aan dat groene randje. Veders, zoals je ziet, zijn RGB. Hier nog steeds 16 stappen. Alleen, het zijn er geen 16. Het zijn er 128. Dus daar is Roland ook van afgeweken. Dus je kan echt hele grote ritmes maken. Je kan arrangementen maken in ritmes. Helemaal geweldig. Dat zie je ook hier. Komen we daar ook nog op terug. Display uiteraard. Dat is mooi. Effectensectie is aangepast. Komen we straks ook nog op terug. Als achterkant gaan bekijken. Nou, gewoon stereo uit natuurlijk. Aparte uitgangen. En die uitgangen, en dat is wel heel erg mooi, zijn als triggers te gebruiken. Dus je kan andere drums of in je modulaire setup kan je triggeren. Je hebt een gewone trigger uit voor eventueel een andere synthesizer aan te sturen via gate. Ingang stereo. Dat is niet om te samplen, want zoals jullie misschien ook al hebben gezien en of gelezen al, er zit een sampler in. Je kan samples lezen. Het is geen sampler, het is echt een sampler player. Vandaar ook de SD-kaart. En eruit je stroom en je USB om hem te gebruiken met je PC of met je Mac-computer. We gaan een beetje van links naar rechts over het apparaat heen. In de basis heb je standaard drumkits, je hebt standaard kits, je hebt instrumenten en je hebt samples. Nou, alle standaard drums die je gewend bent tussen TR-909, 88, 77, 727 en ik zie ook al samples van de TR-626 voorbij komen. Die zitten al in dit apparaat, dus niet net zoals bij de vorige TR-8, hoef je niet los bij te kopen. Alles zit in dit apparaat en Roland heeft er ook een aantal varianten op gemaakt. Dus als je een nieuwe kit wil bouwen, wat we dadelijk ook gaan doen, kan je of beginnen met een complete kit of een los instrument die je hier kan selecteren en een sample. Het mooie van deze zijn, bassdrum, snare drum, etc. Ik ben niet verplicht om bij de bassdrum daar ook daadwerkelijk een bassdrum in te zetten. Dus jij kiest van ik wil daar een snare hebben en hier ook een snare en ik wil drie snares boven elkaar zetten. Die mogelijkheid die heb je nu. Dus je hebt alle vrijheid om samples of drums of wat dan ook te zetten wat je wil. Net als in de boutique-reeks heeft Roland ook nagedacht over de kwaliteit van de geluiden. En daarvoor hebben ze ACB, Analog Circuit Behavior. Het zijn geen samples, het is modeling. Dus ze hebben na de echte 808, na de 707, na de 909. Ze hebben niet alleen gekeken van hey, hoe klinkt dat nou, maar wat is de dynamiek daarvan en alle eigenschappen die in ja, die geluiden zitten, die bouwen ze na. He, modeling, bekende techniek. En ja, Roland heeft dat in hardware echt wel geperfectioneerd. Kijk maar eens naar mijn filmpje, mijn review van die TR-09. Ik heb een eigen 909 meegenomen. Ja, dat kwam toch wel echt wel overheen. Dus die techniek zit hier ook in. Daarnaast kan je eigen samples inzetten. Dus zeg je van, nou, ik wil toch samples anders laten klinken. Of van heel andere drummachines die niet van Roland zijn. Of weet ik veel, baslijntjes, noem maar op. Dat kan ook nog, want er zit een sampler in. Nogmaals, je kan er niet mee samplen. Het is echt een sampler player. Je kan wel wat bewerken, maar dat laat ik je dadelijk zien. Nou, als we even naar het apparaat zelf kijken. Beginnen we in het midden. Faders, nou, dat zijn de vertrouwde faders. Ik ga niet meer te veel terugkijken naar de oude TR8, want we hebben een nieuwe. Faders. Niet meer alleen groen. Ze zijn RGB, dus de veder heeft de kleur van wat jij wil, wat jij bepaalt van het geluid wat daarin zit. Dit zijn de controleknoppen. Het had ook net zo goed effectknoppen kunnen heten, want hiermee kies je een effectje voor het geluid wat je
in een van deze sporen hebt, zie het maar als sporen. Dat werkt gemakkelijker. Decay en tuning, nou, dat is vertrouwd, laat ik je dadelijk horen. Tuning is natuurlijk de tuning van je drum. De decay is, heel simpel gezegd, korter of langer. Aan de bovenkant heb je je accent, zodat je accent op drums kan zetten. Reverb uiteraard en delay, dat zijn centeffecten die je over je kanalen kan zetten. Master FX, ook daarin heb je heel veel verschillende keuze in verschillende soorten. Je hebt reverb delays, je hebt filters, noem maar op. Die kan je hierin zetten en dan heb je het over het totale geluid. Heb je ook nog een extra filter of effect of net wat jij wil. Autofill is nieuw. Je ziet dat heel veel bij keyboards. Hè? Als je van een rhythm wisselt, nou, dan doet hij een filletje. Nou, die kan je bij de TR-8 die kan je zelf programmeren. Die kan je hem automatisch laten doen op het moment dat je iets kiest of een andere pattern kiest. Dan maakt hij een filletje. Je kan het ook handmatig doen en daarvandaar de manual trigger. En uiteraard de scatterknop zit daar nog steeds in. Dus je kan nog steeds scatter effectjes maken met de TR-8S. Als we aan de totale linkerzijde gaan kijken, dan krijg je weer het vertrouwde pattern select, waar je dus je patterns kan kiezen. TR-rec, TR-recording, is je step sequencer. En zoals ik al zei, je hebt er niet 16, maar je hebt er meer. Dat zie je hieronder. En je kan ook de volgorde van die patterns, want per bank, noem maar even een bank, A tot en met H, kan je 16 stappen maken. Maar je kan de volgorde van wat de TR-8S af moet spelen, die kun je ook aanpassen. Dus je kan zeggen, spring maar van A naar G en weer terug. Je kan ook A en H kiezen en dan speelt hij alles af. Dus je hebt gigantisch veel stappen die je kan maken en heel veel variaties op je drum. En zowel in de studio, maar zeker ook live, ja, is dat wel een hele mooie bijkomstigheid. Uiteraard zit je instant play zit erin en instant rec zit erin. Dus je kan met de hand meedrummen. Hij kwantiseert dat automatisch. Dus geen zorgen als je ernaast drumt. Het apparaat corrigeert jezelf. Rechterkant, wat meteen ook opvalt buiten de TR-8, is een display. De TR-8 had alleen maar het tempo display. Hier heb je een display waarin je ziet hoe je, en je kan die namelijk zelf wijzigen, hoe je pattern heet, wat je samples zijn, welke drumkit je pakt, welk instrument je pakt. Alles zie je in dat display, dus heel heel goed grafisch. En, dat zul je straks ook zien, voor de sample kan je ook nog je sample wat inkorten, maar dat komt straks. Kopiefunctie, daarmee kan je gewoon je patterns kopiëren. En utility, nou daar zitten dingetjes achter als je display, je contrast, noem maar op, algemene instellingen voor je TR-8S zelf. Tempoknok uiteraard. En de shuffle om een beetje offbeat of grid te zijn, om wat meer ja, swing, zoals ik heet, shuffle, swing, in je leven te krijgen, oftewel in je drums te krijgen. Mute functie geldt voor je aparte sporen. Als je hem kort indrukt, dan mute hij hetgene waar je op drukt. Als je hem wat langer indrukt, wordt alles groen. En dan kan je zo live dingen aan en uitzetten als je er live mee optreedt. Ook valt op deze hele grote groene knop. Daar kan je drukken. Dat is je performance knop. Daar kan je of zelf mee drummen. Ik gebruik hem zelf om sampletjes te previewen. Je kan er alle twee de kanten mee op. Ook als je in record mode staat, kan je hier het ook mee opnemen meteen. Dus als je iets inspeelt en je denkt dit klinkt wel oké. Dan kan je zeggen van nou, druk maar op record. En dan neemt hij dat ook meteen in het apparaat op. En ook belangrijk om te vermelden, hij is aanslaggevoelig. Dus, en dat neemt hij ook op. Dus veel meer dynamiek en veel meer controle over je geluiden, over je samples in je performance. Genoeg gepraat, we laten iets horen. Ik laat wat standaard dingen horen die erin zitten. Mega veel standaard drums al in. Complete patterns. Alle stijlen, alle soorten maten. Het is niet specifiek een apparaat voor hip-hop of voor dance of voor alle stijlen en ook door elkaar. Dat zul je horen, dat zit hierin.
kan ook iets anders laten horen, wat meer drum en bass-achtig. Je ziet ook dat de standaard patterns die er al in zitten, die kan je zelf instant veranderen. Dus denk je van, hé, dat is wel een heel leuk drummetje. Kan je dat gewoon gebruiken. Heb je hardcore? En hier hoor je al meteen, als ik één voor één uit ga zetten, dan hoor je al meteen bassdrum, overstuurd, snare. Dit is de tweede kick die je onder elkaar kan zetten, zodat je wisseling krijgt. Maar pianotjes en vokaaltjes. En dat is dus die kracht van die sampler player. Dat je er zelf sampling kan zetten met vokaaltjes en het pianotje wat je hoort zit er al standaard in. Voor de acid junkies onder jullie. Dus ook loopjes kan je erin zetten. Wel goed om te onthouden, de samples. Je hebt maximaal 600 seconden in 44:1 16-bit stereo. En per bank, dus per groep, heb je maximaal 180 seconden lengte in sample. Meer en ruim voldoende, maar toch even om te zeggen, je kan er geen complete songs, complete liedjes in die samplebank kwijt. Eenvoudigweg omdat de TR-8S niet veel meer interne geheugen heeft. Ook niet als je de kaart gebruikt. Nou, als we even over die samples terugkomen. Je kan dus zelf samples op een SD-kaart zetten. Die kan je of vanuit je eigen computer op je SD zetten. Op het moment dat je hem verbindt met USB, dan ziet je computer de SD-kaart en kan je er ook sampletjes naartoe slepen. En die samples die kan je importeren in TR-8S. Dus daar zit dat usergeheugen in. Dus je eigen samples, die kan je gewoon erin zetten. Ik heb het zelf gedaan. Ik heb wat Oberheim en wat Lindrum samples ingezet. Dat zal ik je daar ook laten horen. En dus zo kan je je eigen samples kwijt. En heb je nog meer variatie in de vele, vele, vele drums en geluiden die er al in zitten. Hoe ga je nou te werk als je een drummer maakt? Eigenlijk heel simpel. We gaan een lege bank opzoeken. Ik kies Patron. Ik ga naar bank 6. Die zijn leeg. In 1 had ik zelf al iets gezet. Dus pak 2 is nieuw. Nu kan ik twee dingen kiezen. Ik kan of een kit inladen. Dus een 808, 909, 707, 727, 606. En nog een aantal andere kits. Maar ik kan ook zeggen, ik ga per instrument ga ik bekijken wat voor drums wil ik hebben. Dus pak een bassdrum. En ik kies in dit geval voor sample. En hier komt import staan, de 01 bass, daarvan weet ik. Nou, dat is de Lindrum die ik heb geprogrammeerd. Dus nu krijg ik die Lindrum sample. Ik kan het tempo een beetje aanpassen. Zo kan ik dus per instrument kan ik gaan kiezen. Je kan ook zeggen van ik pak als standaard een kit en ik ga zelf ondertussen van nou, die bezig vind ik niet helemaal mooi. Ik ga daar zelf iets van maken. Alles is mogelijk. Dus nou, ga je naar snare drum. Als je shift indrukt. En ik zeg al, je komt automatisch wel in de bank snare te zitten als je een van de banken kiest. Je hoeft je daar niet aan te houden. Ik moet wel eerlijk toegeven, zeker als je live speelt, is het niet handig dat je onder de snare drum een tom zet en onder de tom een snare. Dat ga je vergeten, ondanks je kleurtjes. Maar het is maar een tip. Dus snare drum. En dat is waar ik deze knop voor gebruik. Je kan hem dus als previewer gebruiken. Nou,
Exacte 6W6, klassieker. Een beetje Italo gevoel, daar zijn we een beetje te snel voor. Hi-hatjes. En ondertussen kan je eventueel je volumes al aanpassen als je dat wil. Enzovoort enzovoort. Dus zo kan je je eigen drums en patterns bouwen. Nou, ik heb een klein beetje iets voorbereid. Ik zal het klein stukje van die sampletjes laten horen. Ik pak de low tom. En ik ga eens kijken wat voor samples we allemaal hebben. Op het moment dat ik shift indruk, kan ik heel snel door de banken gaan. De eerste is je importbank. Dus dat zijn de samples die je hebt geïmporteerd. Bass drum, snare drum, etc. En al heel snel kom je bij effecten, vocaaltjes, synthesizertjes. Als je bijvoorbeeld zo'n low sinus pakt en ik programmeer die onder de kick en ik zal als kick zal ik ook een 909 pakken, dat wel een vollere bas is. En nou komt voor mij een van de mooiste functies van het apparaat. Ik heb nou dus hier een kick. En ik heb hier zo'n low basgeluidje, sinusgeluidje. Nou, onder elkaar lijkt het net of je een hele lange decay heeft. Wat je nou kan doen, je kan van die bas kan je de tuning aanpassen. En met motion kan je die tuning opnemen. Dus je kan zelf een zwevende kick creëren. Kijk of dat instant lukt. Hoor je dat die zweeft. En je hebt een hele zwevende, gevarieerde kick. En dat maakt dit apparaat geweldig. Dus die motion, die kan je opnemen. Heb je nou spijt of doe je het niet goed, dan kan je hem clearen en dan kan je het opnieuw doen. Dus, en dat kan per instrument. Dus je kan beweging brengen en daardoor kan je ook als je een pianootje pakt, ja, je kan een beetje met dat pianootje spelen. Met die motion, je zag dat ik dat net over het hele pattern doe. Dat is natuurlijk een beetje onhandig mikken. Je kan ook per stap kan je die motion zetten. Dus ik zet hem weer op record. Ik druk hem in. En je ziet dat hij dan geel wordt. En ik kan nu. En dan hoor je ook die kick weer veranderen. Dus je kan dat per step. Heb je de kans om de tuning te veranderen of wat dan ook. Dan hoef je dat niet te gokken. Dan kan je dat echt real-time doen. En dat maakt het natuurlijk wel heel erg mooi. Zeker als je pianotjes of baslijntjes of wat dan ook gaat gebruiken. We gaan eens kijken wat er meer in zit aan dingetjes. Als ik sample ga kijken, dan kom je, als je wat verder gaat, kom je ook basjes tegen en ook een pianootje tegen. Record aan laten staan, dus nou doe ik het een beetje helemaal goed, maar je hoort het idee, dus je kan dat je kan sowieso een pianootje ook variabel maken en ja, daarvoor wordt dit niet alleen maar een drumcomputer, maar wordt het een volledig instrument
En dat is nou precies waarom ik zo van die TR-8S hou. Je bent niet meer beperkt aan die standaard drummetjes, aan die standaard bass, kick, snare en alle fantastische drums die Roland Rijkens nooit heeft gemaakt. Daar zit onze dancegeschiedenis in. Maar je hebt meer. En zeker als je live gebruikt, ook als je met modulaire synths gaat werken, ook omdat al deze uitgangen ook als trigger te gebruiken zijn. Ja, dat maakt dit zeker ook voor live, ook in de studio, ook voor live, een gigantisch veelzijdig instrument. Ik zal nog een paar handige functies van inspelen een beetje highlighten. Bijvoorbeeld, ik heb een hi-hatje ingespeeld en we hebben accenten. Nou, dus je kan, deze zijn wat harder en je kan ook wat zachter accenten doen. Als je nou shift indrukt en je drukt op deze, dan kan je hem zo kopiëren en dan krijg je hem dus dat je hier een wat zachter hebt. Dus en dan krijg je wat meer feeling in je track. Nou, hier weer het pianootje. Lastig natuurlijk ook van het pianootje is, op het moment dat je wil variëren in sound, ja, dan moet je dat met die motion knop doen. Op het moment dat je nou de step inhoudt en druk aan tuning, klinkt niet echt heel mooi, maar dan hoor je dat hij per step doet. Dus heel extreem. Dus zo kan je het met die motion een beetje geleidelijk doen of helemaal heel lomp van links naar rechts. En op het moment dat je hem indrukt, kan je het dus per step doen. En dat maakt het natuurlijk ook interessant als, ja, ik heb het woord nog niet genoemd, maar het is geen drumcomputer, het is eigenlijk een groovebox, het is eigenlijk een groovemachine. Want je bent niet beperkt aan drums, wat ik al zei, je hebt ook gewoon geluiden. En dat maakt hem echt interessant. Waar ik het niet over heb gehad, is over de effecten. En daar is heel wat te vertellen. We hebben, wat ik al zei, reverb en delay. En je hebt de master effect, die slaan we even over, daar komen we straks op terug. Je hebt reverb. Je kan dus ook weer per, ik wou zeggen productgroep, maar per geluid, kan je effecten inzetten. Als ik high ga bekijken, heb ik hier mijn controller. Als ik dat indruk, dan kan ik kiezen tussen wat voor effect ik wil. Dus hier kan ik een reverb send zetten. En dus wil je nou een delaytje zetten. Nou, wat je dan kan doen, je kan select pakken. En je kan dus hier bepalen van, hey, ik wil een delay hebben. Instellen. Hier kan ik de delay send instellen. Dus dat betekent dat ik de hoeveelheid delay wat ik over dat instrument wil hebben, dat kan ik aanpassen. En ik kan hierboven natuurlijk de delaytijd en de feedback kan ik instellen. Uiteraard heb je nog veel meer verschillende. Hè, pak het hi-hatje. Dus je hebt panning, dus je kan hem laten pennen. Reverb, wat galm. Delay hadden we al gehad. LFO depth, dus je kan hem ook met een LFO'tje kan je hem instellen. InstaFX. En dan krijg je een soort van filtertje over mijn. En dus zo kan je zelf ieder geluidje kan je shapen. En dus niet alleen maar met een effectje, maar dus ook met je tuning als je de bassdrum weer erbij pakt. Ook met je decay. Hoor je van de decay nu niet zoveel, omdat daar een hele delay op staat, maar korte kick en een kick met een staartje. Dus je bent ook in staat om ieder individueel geluid, ieder individueel instrument, om dat zelf te tweaken naar zoals jij dat graag zou willen zien. Ik heb het al genoemd, veelzijdig apparaat. Daarnaast heb je ook nog een Master FX. Ik zie dat meer als live tool. Ook daarin kan je zelf bepalen wat hij doet op het moment dat je op
shift ondrukt, edit, dan kan je dat, kan je zelf bepalen wat je daarin wil hebben in die controle, welk type. Nou, ik heb nou een filtertje gekozen, dus nu krijg ik een filtersweepje over mijn volledige signaal. Ook dit is weer een motion op te nemen als je dat zou willen. Dus en wat je zou kunnen doen is in de ene pattern het zonder, andere pattern met in een live situatie. Dus je kan zo een heel arrangement maken van je drums met effecten, zonder effecten. En dan kan je gewoon opnemen. Dus als je een live optreden hebt of een live performance hebt, bedoel ik. Je kan gewoon patterns maken, je kan complete songs erin maken, complete drumarrangementen in maken. En je laat je drumcomputer maar meelopen. Ik wil nog wel iets over de samples vertellen. Ik pak een snare drummetje en ik ga naar sample. En ik ga naar een... Je kan deze samples, die kan je editen. Op het moment dat ik shift sample druk, kan ik de start van de sample kan ik aanpassen. Ik kan het einde kan ik aanpassen. Ik kan de gain aanpassen. Als je samples hebt die wat zachter zijn, dan kan je dat gewoon aanpassen. Heel simpel, je drukt op enter. En je kan hem harder of zachter zetten. Als je zegt van ik wil het sampletje wat korter maken. Of in kleine stapjes op het shift. Grotere stappen. Dus zo kan je zelf heel je sample vormen en shapen. En wat je ook kan doen, want ik zei al van, nou ja, je kan zelf sampletjes importeren. Ik heb dus een Oberheim DMX en een Lindrum heb ik erin gezet. Als je nou als kit wil gebruiken, dan kan je die gewoon zelf programmeren. Dus je bass, je snare en je toms. En die kan je opslaan als kit. En die kit die slaat die ook weer op in je TR-8, dus die is altijd oproepbaar. Dus zo kan je ook je eigen drumkit samenstellen. Ik had in het begin al iets verteld over de trigger-out. Nou, alle individuele outputs, dat zijn ook trigger-outs. Maar je hebt ook een gate trigger-out. Die heb ik verbonden met de nieuwe SH01A boutique-serie van Roland uiteraard. Ook weer gemodelleerd met diezelfde techniek naar de originele SH01. Dit is gewoon het normale geluid. Dit is gewoon een sequentje wat daar standaard in zit. Dus op het moment dat ik zijn trigger uit in de SH01A stop, krijg ik vier streepjes, kan op play drukken, er gebeurt niks. Als ik de CC en de RC tegelijkertijd indruk, er staat ook trigger out bij, kan ik hier pulsjes triggeren. En die triggeren dus de Roland SH01 zijn apregio, dus als ik dat in zijn type, dan zul je horen dat hij. Je ziet ook dat ik zijn uitgang in de TR-8S heb gedaan. Je kan hier volume regelen, dus je hebt geen apart mixje nodig, heb je één apparaatje nodig. En zo kan je hem dus triggeren en kan je hem dus mee laten spelen en heb je weer een extra instrument voor je drum. Simpel als dat. Dus zo werkt die trigger. En je kan nog veel meer triggers. Heb je een modulaire setup. Het is gewoon een trigger voor de ingewijden. Gewoon een gate uit. Gewoon een pulsje. En ja, je kan er in feite mee triggeren wat jij wil. We zijn weer aan het einde gekomen van deze review. Ik kan hier uren en uren en uren over vertellen. Mag ik niet van Joey. Dus ga ik ook niet doen. Conclusie. TR-8S Rhythm Performer. Ja, noem het maar een groovebox. Super veelzijdige machine. Klinkt goed. Is heel innovatief. Bruikbaar. Studio. Live. Voor DJ's. Maakt niet uit. Want zijn MIDI geeft gewoon MIDI klok. Dus je kan hem klokken, synken. Met alles wat maar MIDI uitstuurt. En het MIDI instuurt. Volledig integreerbaar in iedere setup. Aparte trigger. Voor eventueel andere instrumenten en voor modulaire systemen. Uitgebreide pads, meer dan die 16 steppen dat we gewend zijn. Zelf samples inladen, SD-kaartreader. Instrumenten, echt hele goede modulatie en kits
Hele uitgebreide kits. Hij zit echt boordevol met geluiden en features. En dat maakt dit nogmaals een heel erg veelzijdig apparaat. Wat je er ook mee gaat doen. En niet alleen voor de dance, maar ook voor de hip-hop of R&B of drum and bass. Ook de gewone popdrummer. Er zitten ook gewoon normale snares en gewoon analoge kits in. En als ze niet erin zitten, dan zet je ze zelf in. Dus ook voor oefenruimtes, leraren. Dit is gewoon een enorm mooie drumcomputer. With a performer. Nou, wil je nog meer weten over de TR-8S? Klik dan rechtsboven of linksonder. En dan kom je bij de productpagina. Vind je deze video's nou gaaf? Like de video's, deel ze. En ik zie je graag een volgende keer.